Hoi, mijn naam is Erika van Stralen en welkom bij jouw dagelijkse dosis Pilates. Je mag op je rug komen liggen. En met je voeten op de mat en je armen langs je lichaam. En zet je voeten wat dichter bij je billen. En kijk zo meteen maar hoe dichtbij prettig is voor jou. We doen een wat ik noem gebroken brug. En daarvoor gaan we eerst het bekken kantelen. Probeer zo te kantelen dat je onderrug helemaal de mat inzakt, maar dat je nog niet je bekken lift. En kantel hem dan de andere kant op. Dus dan wordt je onderrug hol. Dit doen we nog een keer. En dan gaan we rustig omhoog. Dus je onderrug is in de mat, je lift je bekken, onderrug. Middenrug, ribbenkast. Langzaam losspellen totdat je bovenin bent. En dan doen we iets soortgelijks met de ribbenkast. We liften de ribbenkast wat hoger. En daarna laten we het borstbeen zacht tussen de schouderbladen zinken. Dus je rolt een heel klein beetje af. Eigenlijk hou je bekken gewoon op zijn plek. En laat je alleen je borstbeen zacht zinken. Dan voel je je borstwervels wat meer in de vloer. En dan liften we nog een keer de ribbenkast wat hoger. Dan voel je wat meer druk op je nek, de achterkant van je hoofd. En dan pas gaan we naar beneden. Dus laat je borstbeen weer tussen je schouderbladen zakken. En langzaam rol je weer af. Tot we weer onderin zijn. En dan weer rug hol. Bekken kantelen. Als je een glas of een kom water op je buik zou hebben staan, dan kantel je bekken zodat het water over de rand richting je borst komt. En daarna kantel je hem de andere kant op, zodat het water over de rand van het glas of van de kom richting je voeten stroomt. Nog een keertje. Het water richting de borst en dan gaan liften richting je brug. Gebruik je voeten, gebruik je armen en je adem. En dan weer de bovenkant. Dus borstbeen zacht. Rol een stukje af. Blijf liften, voel de achterkant van je benen. Lift het borstbeen weer. En laat het weer zakken om af te rollen. Onderin gaan we ietsje vlotter. Hol. En kantel naar je toe. En weer van je weg. Dit kan je natuurlijk een paar keer herhalen als zou je willen. En naar je toe en oprollen. Stuur je knieën misschien een fractie naar voren om wat makkelijker op te rollen. Hoger dan hoog. En borstbeen zacht. Ribbenkast liften. En borstbeen weer zacht om af te rollen. En dan krijg je een hele mooie flow zoals je merkt. Nog eentje. Helemaal kantelen naar je toe onderin. Als je op een andere plek in de oefening bent, omdat je gewoon zelf verder bent gegaan, is dat natuurlijk helemaal prima. Hè? Kantelen weer naar je toe om op te rollen. Voeten stevig. In de vloer alle twee. Helemaal omhoog, ribbenkast hoger. Kantel de ribbenkast. Lift hem weer. En rol weer door je bovenrug heen. Helemaal omlaag. En als je daar dan bent, dan zet je de zijkant van de benen tegen elkaar. Dus je sluit je voeten, sluit je knie. En open je armen wijd. En kijk maar hoe wijd. En dan laat je je benen, eens even kijken, één kant op zakken. Maakt niet uit welke. Dus twee benen liggen één kant op. En daar laat je ze liggen, want we doen boekopenings. Je brengt ook beide armen op elkaar. Dus je rolt je schouders helemaal los van de vloer. En je reikt voorbij je onderste hand.
vingers over je arm te lopen als het ware. En je rolt, let op hè, je schouders weer terug. En dan volgt je arm vanzelf. Je kijkt hem na, een open. Hou je benen gewoon waar ze zijn. In ieder geval zoveel mogelijk. En dan moet je nog een keer dus het boek sluiten. En denk alsof je een pijlenboog op spanning brengt. Draai je schouders. En open. En kijk hem na. En sluit het boek weer. Rol de schouders. De bovenrug. En nog één keer. Open. En hier zit die strekking. Kijk mee. Draai ook je hoofd, je nek. En sluit het boek weer. En reik voorbij je onderste hand dat die bovenste schouder ook verder doorrolt. Dat is lekker. En dan openen we weer om te wisselen van kant. Dus rol het bekken naar de benen. De andere kant op. Dus een beetje herpositioneren. En we sluiten het boek. Dus de arm komt over je heen, over het plafond, je bovenrug schouders rollen, rijk wat verder. En rol weer open. Voel ook dat je dus de beweging vanuit het centrum van je lichaam maakt, ook als je terugrolt. De schouder die meestal op de mat steunt, daar begin je te draaien. En eigenlijk sleept die arm er gewoon achteraan. Zie je? Dus de arm leidt niet. Als je dat doet, kom je klem te zitten. Dat is helemaal niet lekker. Nog een keertje. Hey Saartje. Openen. De laatste. Mag je weer terug naar het midden draaien. En dan gaan we samen met Saartje een oefening doen die ik de kwispelende kat noem. Je mag op handen en knieën komen, in kruiphouding. En lift dan de onderbenen van de vloer. Dus je knieën blijven staan, maar je onderbenen komen los. En zorg dat je een mooie neutrale wervelkolom, nek en hoofd creëert. Dus met de natuurlijke curves erin. En dan gaan twee benen één kant op. Met het idee dat je voelt dat je aan één kant van je lichaam een beetje korter wordt, een beetje inbuigt. En daarna natuurlijk de andere kant. Dus je draait een beetje over je knieën. Je benen van de ene naar de andere kant. Een soort slow motion kwispel. Let op de positie van je nek en je hoofd. Hè. Dus niet gaan hangen. Duw de achterkant van je nek en je hoofd een beetje naar het plafond. En eventueel kan je ietsje meedraaien. Het gaat bijna vanzelf, hè? Gewoon een natuurlijke beweging. Wat je kunt accentueren is de bovenkant van je bekken, een beetje richting de onderkant van je ribbenkast. Dus aan de zijkant van je lichaam, je taille zeg maar, maak je het wat korter. En ik vind het altijd prettig om de uiterste positie een beetje op te zoeken en daar even wat langer te blijven. Kom je terug in het midden. En dan mag je op je rug komen liggen. En neem gelijk je knieën mee. Handen op je knieën. Dan zet je de zijkanten van je voeten tegen elkaar aan. Misschien een beetje over elkaar heen. In ieder geval een steuntje hebt. Handen op je knieën. En open je knieën iets. En kijk maar wat voor jou prettig is. Oké.
Ontspannen armen zijn er puur voor een beetje begeleiding. En breng je aandacht naar de onderrug, de achterkant van het bekken. En dan gaan we over de randen van het bekken cirkelen. Ik noem dit de rugcirkels. En ja, je bil, heup, bekken, onderrug, hoe je het noemen wil, komt los. Dus je kiept ook een beetje. Stel je maar voor de vier windstreken. Je gaat langs het noorden, oosten, zuiden, westen. Maak echt een afdruk. Rustig aan. Mooi vloeiend, gecontroleerd. Voel dat de benen niet bepalen waar je heen gaat, maar de gewichtsverplaatsingen. En ja, daar gebruik je ook je buikspieren voor. Tegelijkertijd een super lekkere massage van het hele onderrugbekkengebied. Als je knieën boven je buik zitten, kun je misschien eventjes wat naar binnen trekken richting je borst. Voel je staart omhoog komen. Dan gaan we de andere kant op. Dus een wissel van richting. En mocht je elke keer al van richting gewisseld hebben, dan blijf je dat gewoon doen natuurlijk. Dat is ook fijn. Wat je zou kunnen proberen is de adem synchroon te laten lopen met de cirkels. En misschien een inademing als je knieën boven je buik zijn. En de cirkel op een uitademing. Dat is nog wel een uitdaging. Om dat helemaal precies gelijk te laten verlopen. Maar dat geeft ook wat focus. Dus je wil alle bewegingen die je doet heel geconcentreerd, aandachtig uitvoeren. En dan moet ook je hele lichaam altijd in de gaten houden. Wat gebeurt er? Bijvoorbeeld met je hoofd, met je nek, met je schouders. Om maar een paar dingen te doen. En als je dan weer terug in het midden bent, pak je de achterkant van je benen beet. Je tilt je hoofd, nek en schouders op. En dan schommel je jezelf tot zit voor de laatste oefening. Zet je voetzolen tegen elkaar aan. Dat je in een diamant zit. En maak jezelf lang. Een mooie opgestrekte rug. En dan beginnen we met het hoofd. Voel even waar je hoofd is in de ruimte. Kijk dan echt recht voor je uit. En dan draaien we het hoofd zodat de kin boven de schouder komt. En dan begin je de kin langs de borst te bewegen. Dus het hoofd te buigen. Helemaal door naar de andere schouder. En als je daar bent, kijk je weer opzij. En dan draai je hoofd weer terug naar het midden. En dan ga je waar je vandaan kwam. Dus kin richting schouder. Nu ben je aan de andere kant gestart. Kin langs de borst. Laat het hoofd zwaar hangen. Draai door naar je andere schouder. En rustig weer terug in het midden. Een neck roll. Zoek de uiterste posities. Rustig bewegen. En wat je zou kunnen doen is echt ook meekijken. Als je meekijkt met je ogen, dan krijg je ook meer flow in je beweging. Deze neck roll wordt ook wel gedaan bij de oefening de zwaan. Super lekker, dan kunnen we al een tijdje doorgaan.
Laten we nog één kant pakken. Rustig rollen. En als je weer terug in het midden bent, plaats je je vingertoppen op je schouders. En draai grote cirkels. Royaal. En kies een kant. Ik vind het zelf lekker, het lekkerste om naar achteren te draaien. En de borst echt te openen. Ruimte te creëren aan de voorkant van mijn lichaam. Dat hebben we vaak nodig, hè? Hier strekking en versterking aan de achterkant. Dus openen. Je hoort het lekker knaken. Dus ik heb het wel nodig. Oké, nog eentje. Misschien kan ik ook wat kleiner bewegen. Om te kijken. Nou, nog eentje. Ietsje kleiner. Kijk. En ontspan. Fijn dat je er weer was. En graag tot een volgende keer.